goed, hè? Zeker. Valentine, even doorlopen. Je mag zelf kiezen wat je op je pizza wil. Maar je gaat het eerst een beetje plat maken met je handen. Dan kun je gewoon met je handen plat maken. Ik ben Carlien Bakker, directeur van de Zomer IKC in Middelburg. Ja, nou, en ik kijk mijn ogen uit, want we zijn in de Leeuwenburg en de, hoe heet de andere? De Cipressenhof. Ja. En samen, nou, dat is sowieso al veel groter dan ik dacht. Maar er zijn hier gewoon meer dan 100 kinderen aanwezig nu. Ja, dit is geen initiatief van deze twee scholen. Het is een initiatief van de hele gemeente Middelburg. Dus er zijn hier kinderen vanuit alle scholen vanuit Middelburg. Dus niet alleen maar Cipressenhof en Leeuwenburg. Maar we hebben op dit moment 136 kinderen en een peutergroep van 16. Maar dat is ontzettend veel, maar ik zou zeggen, het is vakantie, die zijn allemaal vrij. Maar waarom zijn ze niet vrij dan? Deze kinderen die vinden het eigenlijk niet zo leuk om vakantie te hebben. En die willen heel graag ook in de zomervakantie naar school, om daar nog dingen te leren, hun doelen te bereiken. En zo een goede start te kunnen maken na de zomervakantie. Nou, dat is heel duidelijk wel. En daar hoort onder andere bij met Jammy Jammy pizza's maken en lekker opeten zelf. Ja, onder leiding van Margot Verhagen kunnen wij 2 keer in de week gelukkig een lunch verzorgen. En wij doen het alle dagen, maar zij verzorgen het 2 keer. En dit keer zijn we pizza's aan het bakken, dus dat is heel erg leuk. Nou, super. En nog een allerlaatste vraag. Hoe lang bestaat dit van de zomerschool? Middelburg is dit de allereerste keer. Maar het wel al langer in Vlissingen en in Terreuzen. Nou, dan is het nu helemaal gek dat ik het nog niet ken. Dus nee, dat klopt. Dan ga ik er nog eens wat meer over lezen. Dankjewel voor de toelichting en succes in de zaak. Ja, dankjewel. Als je klaar bent, zal ik een beetje met Gaat het allemaal nog maar goed? Ja, gaat heel goed. Dit zijn hele drukke klanten, overal gegil en gedoe. Maar, 140. Ja, we doen 2 keer per week, 6 keer in totaal. Kopen we met deze kinderen, met Zeeuwse producten. En nou, wat we willen is dat ze ook proeven hoe groenten smaken, zeg maar. De smaak van groenten. En ook dat ze zien hoe makkelijk het is eigenlijk om zelf een pizza te maken. Of een tosti of een... Ja, dat concept, een ja. Soep. Ja. Dat is allemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Maar het is wel veel gezonder dan wanneer je een pizza uit de diepvriezer haalt van de supermarkt. Precies. En de groenten die dan nu worden gebruikt, dat komt ook echt hieruit van wat? Die komen van Biodaan, uit Kouwkerken. Okay. En de tosti's die hadden we meegebakken, die zijn van Schrieks. En het is zo ontzettend leuk, dan kom je hier aanrijden en dan staan ze echt op te springen. Tosties. Ja, en nu kwamen ze allemaal aanlopen van pizza's. Ja. Dus ze zijn echt ontzettend enthousiast. En ja, superleuk om te zien ook. Maar wie zit er ook weer achter Yummy Yummy? Want, Yummy Yummy is een project van de provincie Zeeland, wat geïnitieerd is door de Zeeuwse Academie Zeeland. En zelf ben ik dan projectleider en Rachelle is verantwoordelijk voor de social media en vlogs. Precies, ja. Ja. Nou. En wat wij doen is gewoon lekkere recepten maken met kinderen om te laten zien dat je in Zeeland heel veel lekkere lokale producten hebt van het seizoen. Dus, precies. En die zijn ook nog eens gezond. Dus ja. Uit de buurt. Hey, dankjewel. Welke plant staat er achter je? Weet je dat? Een groene plant. Een groene plant. Maar kan je hem eten of kan je hem niet eten? Ja, eten. Ja? Alles eten. Een sla. Een soort sla. Maar je zou ruiken. Ja. Twee gezonde frietjes zijn het. Gezonde frietjes. Mag ik die? Ja, tuurlijk mag je een gezonde friet. Van mij wel. Ik wil ook...